volgens mij. Jawel, hier ben ik wel geweest. Jawel. Want hier heb ik een keer een fotootje gemaakt. Weet je nog? Als jullie mij volgen op Facebook en Instagram. Rijsschot Alsem. Met de vraag, waar staan we vandaag geparkeerd? Nou, dat was bij deze karakteristieke woningen. Zo, wat een mooi loopje. Tenminste, ik heb ze niet gezien in het naderen van de bocht. Nou, we kunnen het even terugspoelen. Kijken of we ze in de nadering ergens hebben kunnen zien lopen. Even terug. Nieuwsgierig zijn, botje, bliksemschicht, waar gaat hij kijken? Hier. Nou, wat wil je met die snelheid op dat punt nog doen? Niks. Tijd voor een bak koffie, 11:15. Mooi halverwege de les. En gaan we nog een keer linksaf bij de verkeersrichten. Linksaf. Goedendag, dames en heren. Daar zijn we weer. En vandaag op pad met deze dame en heren. En vandaag is even een ritje om te bepalen hoe ver ze zijn en of we het examen kunnen gaan aanvragen. We hebben een examendatum ingekocht. Eens even kijken wie daar voor in aanmerking komt. De koffiekever. Vandaag weer op pad met de V-strom. Het is herfst. Het is niet koud. Het is wel nat. Een beetje miezer af en toe. Maar niet verkeerd om in te rijden. Gaan we rechtsaf. Gaan we naar rechts. En denk eraan op die weg dat er heel veel putdeksels en strepen liggen. Dus kijk goed vooruit. Maak een plannetje. En kies een voorspelbare lijn. Hoppatee. Op zich het tempo er gelijk al lekker in. We zijn helemaal net begonnen, maar... Oh. Heel goed. Goeie lijn. Alle putdekseltjes en streepjes en zebrapalen die worden vermeden, dus ja, dat gaat goed. Dat is wel een lastig punt. Hier rechts zit het station, dus veel voetgangers. Veel fietsers hier, dus een kwestie van goed vooruit kijken. En misschien van tevoren al een beetje je tempo aanpassen. Nou, dat doen ze ook. Hè. We rijden 40, de bocht in. Oh, dat is prima. Ja, mooi breed gekeken. Prima. Doe maar linksaf. Gaan we naar links. Beetje laat, maar linksaf. Even een rondje binnenstad. Even kijken of ze goed op de borden letten. Ik weet dat het in Zwolle zo is, ik weet dat het in Kampen zo is. Dat in de oude binnenstad, alles binnen de oude stadsgracht zullen we maar zeggen. Wat dan wat smaller is vaak. Dat daar heel veel inrichtingswegen zijn. Dat je op een bepaalde manier door de stad heen geleid wordt en dat je niet veel keuze hebt. En ik gok zo wel dat dat in 9 van de 10 steden is. 9 van de 10 oude steden, laat ik het dan zo zeggen. Ik denk dat in Lelystad of in Almere bij wijze van spreken die wegen daar anders aangelegd zijn. Omdat ze uiteraard later gebouwd zijn, maar in het autotijdperk gebouwd zijn. Zo, wat een mooi loopje. Nou, even de spiegels een beetje fine-tunen inderdaad. Kan geen kwaad. Dodo. Het lang duurt. Wachten we nog even. Hallo. Mooi hè, kids. Hoe vaak ik met mijn lesauto ook al niet kom daar kijken. Kijk papa, een politieauto. Nee, zegt papa mama dan. Dat is geen politieauto. Dat is een lesauto.
Dat was grappig. Richting de Meizerpool. Ja. Het is lastig altijd met de fietsers. Je laat het wel een beetje gebeuren. Je kunt soms iets. Wij zijn uiteraard recht doorgaan het verkeer. Iets adequater zijn en. Laten zien dat je er bent. En ja, als je dan besluit om erachter te blijven, blijf er dan ook goed achter. Geef ze dan ook het gevoel dat ze mogen afslaan voor je neus. Ja, goed naar de borden kijken. Goed naar de borden kijken. Kijk even aan je richtingmeter, wel. Ben je mee te laat met kijken, Paul? Sorry, ik heb zelf van mijn richtingwijzer aan, maar... Paul zie je dan eerst nog even links-rechts kijken, maar in dat geval is natuurlijk rechts het belangrijkste, 0,0 zicht. Ja, hang hier op je voetgangerszone, dan mag je niet komen. Dan moet je dan ook niet uit de treuren gaan zitten kijken. Niet interessant. Ja, oké, goed gezien. Mis een beetje techniek. En welke techniek zoeken we hier dan? Slip in de koppeling, gas en de voetrem. Oké, gaan we zo schuin rechtdoor, gaan we de stad weer uit. Schuin rechtdoor, denken die mensen van rechts hier. Hier hebben we voorrang. Helemaal aan het einde gaan we rechtsaf. Einde rechts. Dus maar rustig naderen, desnoods je stapvoetrijtechniek gebruiken. Ik zie je de voetrem niet gebruiken, Paul. Probeer dan de koppeling een beetje slippen te houden, voetremmetje erbij houden. Ja? Gaan we linksaf, gaan we naar links. Ja, goed gezien. Een beetje een oliespoor, goed dat je ernaast gaat staan. Dat is een beetje spelen, hè? Slip de koppeling, een beetje gas, een beetje voetrem. Hè? Blijft iets beter in balans. Hè? Nou, ze komen hier niet alleen rechts voorbij, ook links voorbij, dus ook even beide spiegels even checken voordat je wegrijdt. Tja. Oké, gaan we zo linksaf. Gaan we naar links. Voetgangers, let op, hè. Oké, gaan we zo naar de verkeerslichten, weer linksaf, naar de verkeerslichten weer links.
Probeer goed vooruit te kijken op tijden. Dus een plannetje maken op tijd doen, zodat je daarna tijd hebt om je bocht door te kijken. Dan zie je de putexers op tijd aankomen. Gaan we nog een keer linksaf. Gaan we naar links. Ja, goed, dan zie je de plas liggen. Prima. En dan heb je dan ook tijd om omheen te sturen. Had je mij wel in de gaten, Paul? Dat ik naast je reed net? Ja? Oké. Ik zie dan namelijk niet kijken. Ik zou dan, als er iets zo dicht naast mij rijdt, zou ik gaan zoeken. Ga linksaf, Evelien. Linksaf. Oké, gaan we nog een keer linksaf. Gaan we naar links. Na de brug linksaf. Na de brug links. Een aantal keren linksaf geslagen zo weer. Zien we dat we gaan plannen, we moeten gaan plannen met de tegenliggers. Ja, we gaan gewoon linksaf hoor, we kunnen gewoon doorrijden zo meteen. Nou, hier moeten we dan verplicht rechtsaf weer. Ik had niet het idee dat je dat ook in de gaten had, Evelien, want we hadden geen richtingenwijzer aan. Hè? Ja. Dus de borden gaven daar gewoon aan dat de rechtdoor gewoon gesloten was. Hè? Ik kan me enigszins wel voorstellen dat ze natuurlijk twijfelden, want er stond een doodlopende straat en zij hier aanwonende bent. Nou, wij zijn hier geen aanwonende uiteraard, maar ik wil dit straatje even breiden omdat het een leuk straatje is, bij wijze van spreken. Mocht je van een examen zo'n opdracht krijgen dat je denkt van ja, maar hij stuurt me nou een straat in, is het wel de bedoeling dat hij die straat in stuurt? Wijs even naar je helm en dan krijg je de bevestiging, ja we gaan wel linksaf. Nou, dan moet je er ook gewoon opvolgen. Dan zul je in principe op het examen nooit een straat insturen waar je niet in mag. Hè? Dus netjes, heel goed.
Denk eraan dat je nog wel een keer extra over je schouder kijkt dan, Paul. Als je dan het fietspad overgaat. Hè? Zo min mogelijk sturen, de ideale lijn. Nieuwsgierig blijven, lekker om je heen kijken. Wat voor je gebeurt is dan niet zo interessant. Redelijk voorspelbaar hè, wat er voor je gebeurt, dus kijk dan lekker om je heen, kijk naar mogelijke gevaren. Lekker vrij kijken. Paul kijkt niet, ja, nu pas, maar je aandacht laat hè. Evelien zie ik mooi op tijd kijken, is prima. Zodra ze groen heeft gelijk, check check, kan ik door ja of nee. Ja, en dan zie je dat het verstandig is als je dan vertraagt dat je achter je kijkt. Hè? Ja, of de reden waar achter je wel met je mee vertraagt. Hè? Dus eigenlijk moet je eerst kijken of je kan vertragen en dan pas vertragen natuurlijk. Ja? Gaan we rechtsaf, gaan we naar rechts. Geen idee, ben er zelfs ik nog nooit geweest. Dus we gaan het meemaken. En dan gaan we daarna linksaf. Gaan we naar links. Volgens mij, alhoewel, hier ben ik wel geweest, jawel. Want hier heb ik een keer een fotootje gemaakt, weet je nog? Als jullie mij volgen op Facebook en Instagram, Rijsschot Dalsum, met de vraag waar staan we vandaag geparkeerd? Nou, dat was bij deze karakteristieke woningen. Gaan we linksaf zo weer. Gaan we naar links. En dan gaan we weer naar rechts. Rechtsaf. Nou, rustig aan, hè. Hou die motor zoveel mogelijk rechtop. In principe heb je gewoon voorrang, hè. We komen van rechts, toch? Maar ja, met deze omstandigheden, met deze blaadjes, zou ik inderdaad ook ervoor kiezen om wat rustiger aan te doen. En het einde linksaf, einde links. Ik heb zin om naar Wittem te gaan, Wittem te gaan. Probeer maar op tijd te kijken. Op zich, probeer maar op tijd te kijken, op tijd te zoeken. Je ziet haar heel erg links en rechts kijken. Ik ga daarna gelijk met haar meekijken, van waar kijk je dan naar? Ja? Ja. Ik zie jou pas kijken op het kruis, om je bij wijze van spreken. Ja? Tjup, tjup. Nu zie ik helemaal niet kijken. Ja, zegt hij. Ja, ja. Ja, dat moet toch wel even wat beter. Dat moet even wat beter, wat nieuwsgieriger. Misschien is hij wat te veel met zijn voorganger bezig. Dat kan natuurlijk ook, hè. Stel dat hij zelf voorop rijdt. Dan misschien wel wat nieuwsgierig vanuit zichzelf gaat kijken. En als je elkaar volgt, ja, volg elkaar dan uiteraard ook niet te kort, dan hoef je ook niet elkaar in de gaten te houden. Dan rij je gewoon lekker je eigen race. Hier ben ik. Ik laat mezelf even zien. En uiteraard als we elkaar passeren, ga ik even iets aan de kant. Ja, weinig zicht hè, rustig aan de bocht in, remmen voor de bocht, niet in de bocht remmen. Nou, nog een keer remmen in de bocht, ja, die heb je dus niet zien aankomen blijkbaar. Ja. Tenminste, ik heb ze niet gezien, het naderen van de bocht. We kunnen we even terugspoelen, kijken of we ze in de nadering ergens hebben kunnen zien lopen. Even terug. Nou,
oké, ik ben niet zo'n hele goede videobewerker, maar... Ja, heel goed. Lekker ver vooruit kijken. Tempo daar waar het kan. 60. En als de weg leeg is, gebruik de hele weg. Hè. Dus een beetje van buiten naar binnen sturen. Heel goed. Binnenbocht. Netjes. De ideale lijn. Oké, dan mogen ze bij die bewegingen die jullie maken, als jullie uitwijken voor een auto of als jullie weer terug de rijbaan op gaan, bij wijze van spreken, ook daar even bij gaan kijken. Ja? Dus zie je een tegenligger aankomen, kijk dan even rechts in je spiegel, rechter schouder, voordat je uitwijkt. En als je dan weer terugschuift, ook even linker spiegel, linker schouder. Dus maak van die bewegingen een bewuste beweging. Hebben jullie de trekker in de vetten al gezien? De trekker in de vetten? Hobbel, hobbel, hobbel. Dan probeer je lekker actief om je heen te blijven kijken. We weten af en toe wat er achter je gebeurt. Hè? Dus af en toe eens even spiegeltje mee pakken. Mooie roze eend. Hey, een trekker. Nou, tegen de tijd dat we er last van hebben, dan is je mooi aan de kant, dat scheelt alweer. Weinig zichtspositie. Laten we aan de rechterkant houden, op zich doen ze dat goed. Gewoon zo de ideale lijn, zo min mogelijk sturen. Op die manier heffen we de krachten op, de motor op de banden. En mocht het dan wat voor reden toch glad gaan worden, omdat er rotzooi ligt of blaadjes liggen, nou, dan ga je er mooi rechtop overheen. Natuurlijk, je wil lekker zo die bocht door, dat is veel mooier natuurlijk. Ja, aan de andere kant, de omstandigheden zijn er ook naar. De lange rechtstukken kun je lekker vlot rijden, maar een gepaste snelheid kan geen kwaad. Aan het einde hoef ik niks te zeggen, dan kunnen we maar één kant op. Doorgaand verkeer, als je de borden hebt gezien, op tijd de richting aan. Yes, denk eraan, geen gehoor is rechtdoor. En als je niet rechtdoor kan, dan volg je altijd de logische doorgaande weg. En zodra jij het bord ziet, wil ik ook graag die richting aanwijzen zien. Zodat we gezien hebben dat je het bord in ieder geval gezien hebt. Hè? Ja. Even rechts naast je kijken, Paul. Oké. Okay. Nu alvast weer links naast je kijken. Ja, maak daar een bewuste beweging van. Heel goed. Lekker de ruimte pakken hier. Ik denk ook aan die uitritjes. Hè? Uitritjes van de huizen, van de boerderijen. Als daar iemand vandaan komt, mag je best iets meer ruimte pakken. Pittig drempeltje. Let op, spelende kinderen. Een voetbalterrein van Wietem. Bam. Ja, netjes. En inderdaad, dat doen ze netjes. Eerst kijken, dan opschuiven. Niet al kijkend opschuiven. Let op, overstekende koeien. Nou, ik zie geen koeien. Nee, maar wat doen die koeien? Juist. Van de 50 of de 100 koeien, laten we zeggen van de 100 koeien die oversteken. Oh, 100 koeien is wel overdreven. 50 koeien. Scheiden er zeker 20. Ja. En dan is de taak van die boer om dat weer schoon te maken natuurlijk. Dus de vraag is altijd, ja, wat doe je met die informatie? Let op overstekende koeien. Ja, maar ik zie geen koeien. Nee. Maar ze worden wel twee keer per dag gemolken. Dus blijkbaar moeten ze twee keer per dag die weg oversteken. Ja. En dan
Reminder. Rechtsaf. Gaan we naar rechts. Goed voorbereiden, probeer er één mooie bocht van te maken. Dus van tevoren goed die bocht inkijken. Hoe scherp is de bocht? En niet twee knikjes hoeft te maken. En dan volgen we de borden richting Zwolle. De borden weer volgen richting Zwolle. Dus borden gezien richting Pasta. Einde Wietum. 60. Beetje aparte 60-weg dit. Daarom een heleboel rots op de weg zo te zien. Mooi schoon spoor kiezen. Ja, dat doen ze goed. Maar een 60-weg hoort over het algemeen geen middenstreep te hebben. Want daaraan kunnen we herkennen dat het een 60-weg is. Dus je zou zeggen, buiten kom, middenstreep, gescheiden rijbanen, 80. Maar het is allemaal net opnieuw aangelegd, dus misschien gaat het nog aangepast worden. Maar borden gezien, richting Wijzeraar. Heel goed. Ja, denk aan de spiegelen, spiegelschouder. Goed klaar zijn voor de bocht. Alles weer los. Op het gas de bocht in. Nou, dan gaan we 100. Goed gas erop en ondertussen naast je kijken waar we gaan invoeren. Dus blijf naast je kijken. En je kunt wel heel veel gas geven, maar als je dan naast die zwarte auto uitkomt, wachten, richting even uit. Pas de richting aan als je gaat, hè. Neem de tijd. Dus wat vonden wij ervan? Oh, ik denk als je dat zwarte autootje wat eerder had gezien, dat je iets meer gas had kunnen geven. Nou, goed. Maar dan voorop. Die heeft wat dat betreft misschien nog niet zo heel veel ervaring, dus ik kan dat niet kwalijk nemen. Denk aan je positie, lekker op het midden. Midden van de rijbaan. En denk aan je volgafstand. Je zit er iets te kort op, Peverie. Wat meer afstand. Positie op het midden, midden van het midden. Midden van het midden, komt u maar iets naar rechts. Dank u. Iets naar rechts, Evelien. Iets naar rechts. Hou je positie daar. Ja, maar ik moet toch altijd links van het midden rijden. Ja. Hoge snelheden, snelwegen, dan zeggen we altijd midden van de rijstrook. We gaan er linksaf. Gaan we naar links. En wat ze daarmee doet, is eigenlijk zichzelf verklappen, want ze kan niet zoveel zien. Dus gaat ze meer links in de baan rijden, zodat ze wat beter zo om die auto heen kan kijken. Pak gewoon meer afstand. Dan heb je veel meer zicht op wat er daarvoor gebeurt. Hè? Ja, Paul, heel goed. Goed doorgeschoven uiteindelijk. Probeer gewoon in één keer door te schuiven naar die positie, dan kun je gelijk beginnen met de remmen. Nou ja, mensen zeggen ja, maar olie. In principe ligt die olie er natuurlijk altijd, hè. Alleen nu is het zichtbaar omdat het vochtig is. Maar die olie ligt er in principe altijd, dus. Vandaar dat we het links van het midden aanhouden. Hey, die mist wat. Helemaal gestroomlijnd zo. Oké, eerst rechtsaf. Eerst rechts. Nou, we gaan zo even een bakje doen bij de motorzaak. We gaan even lekker de boel bespreken. Dan hebben we de eerste bijna drie kwartier hebben we erop zitten, denk ik.
Dus wat dat betreft genoeg te bespreken. Vol over de witte blokjes heen, niet nodig. Positie, iets meer ruimte pakken van die vrachtwagen mag best. Het gaat op zich niet goed hoor, maar door aan het verkeer, hè? Linksaf. Hè? Door aan het verkeer, linksaf. Hoef ik dus niet te vertellen, gewoon naar de borden kijken, kijken hoe die weg loopt. Ja. Afbuigen in de voorrang zeg, dat maakt het ook nog wel duidelijk. Beetje van buiten naar binnen, naar buiten. Buiten, binnen, buiten. Hè? Nieuwsgierig zijn, bordje, bliksemschicht, waar gaat hij kijken? Hier. Nou, wat wil je met die snelheid op dat punt nog doen? Niks. Wel te laat. We gaan rechtsaf. Gaan we naar rechts. En ja mensen, ik praat pas zodra ik de knopje indruk. Dus ze kunnen niet alles horen wat ik nu tegen jullie loop te mekkeren, zeg maar. Dus wees gerust. Positie. Ja, ik snap dat de bladeren er liggen, maar je kunt net iets rechts van de bladeren blijven nog. Ja, er is wel over nagedacht in ieder geval, dat zie ik wel. Kruispunt, Paul, kruispunt, kijken, ja. Brandwekkers zijn er links van je. Oh. Sorry. Iets voor een bak koffie, 11:15. Mooi halverwege de les. Nou, wat dat betreft het eerste bakje koffie van de dag. Dus ik kan wel wat gebruiken. Oké, we gaan zo twee keer rechtsaf, twee keer rechts. En dan mag je bij TT-motoren even stoppen. Of TT-motoren, ja. TT-motoren. Jullie gaan één keer Suzuki-motoren. Waarom? Geen idee. Ja, smeer het goed uit inderdaad. Heel rustig erin hoor, kies het schone spoor. Ik zou dan dat meest ruime spoor kiezen eigenlijk. Gewoon zo'n minst scherpelijke... Nou, de meest flauwe bocht maken die er mogelijk is. Ik ben echt toe aan koffie. En nog een keer rechts hoor. Bij de T-motor gaan we even stoppen. Daar hebben we koffie. En even parkeren zoals je geleerd is inderdaad, achteruit in parkeren. Ja, ik weet het, zoals je ook niet geleerd, maar het lijkt er wel op. Mooi mensen, ik zou zeggen tot de volgende keer. Adios. Ciao ciao. It doesn't really matter.